Goedemiddag familie Rozenboom, we staan hier bij u op de minicamping in Lieren. Het is winter, wat gebeurt er nu zoal op de minicamping? Het is gewoon op het moment rustig. En zag je aan de voorbereidingen voor de lente weer. Ja, dus, want de camping is nou ook dicht? Ja, die is nu dicht. En die gaat weer open in? Half maart. Half maart, als het mooie weer aankomt. Nou is dit een hele bijzondere plek, want de camping die zit heel vlak bij het spooramblassement van de Veluwse stoomtrein. Profiteert u daar ook van? Ik denk het wel, zo af en toe. Want er zijn toch wel liefhebbers die regelmatig hier op aankomen voor de trein. Ja, en vooral in september, want de stoomtrein. Dan is het stoomtreinweekend en dan zijn de echte fanatiekelingen er. Ja. En zijn dat dan ook mensen die hun miniatuurtreintjes hier naartoe meenemen? Nou, dat heb ik nog niet gezien, maar wel met... zijn hier geweest met miniatuur waar je op kon zetten, hè? Ja, grotere. Ja, maar ja. En die zetten ze dan daar neer. En die mensen willen allemaal het liefst dicht bij de boerderij staan of hebben die liever een andere plek? Dicht mogelijk bij de trein. Oh, ja. Gewoon langs het spoor de tent neerzetten. Ja. Okay. En wat is nou het leuke aan het hebben van een minicamping? U heeft hem nou 5 jaar. Wat zijn de leuke dingen eraan? Ja, de gastvrijheid en de mensen die terugkomen. En dat ze altijd weer gezelligheid brengen. Ja. En houdt u ook speciale activiteiten? Nou, niet echt speciale activiteiten, maar we proberen eigenlijk 1 keer in de week een activiteit te doen. Zoals zelf kaarten maken en biljarten en tafelvoetbal en zulke soort dingen. Ja, oké. Okay. En wat voor mensen komen hier nou? Zijn het de luidruchtige jongeren? Zijn het ouderen? Zijn het gezinnen? Nou, het zijn gezinnen en wat ouderen. Maar op het moment komen er ook heel veel met kleine kinderen. Ja, echt de jeugd die moet echt een disco en alles hebben, dus die hebben wij niet. En die zoeken het elders. Ja. En vinden de mensen het ook leuk om echt kennis te maken met het boerenleven? Ja, die vinden het helemaal geweldig, ja. En vooral, wij geven ze ook altijd koffie als ze komen. En aan de keukentafel, dus dat vinden ze ook al iets bijzonders, want dat is niet overal, zeggen ze. Dus. Nou, ontzettend bedankt voor uw tijd. Ja, niks. Graag gedaan.